heb of Tim nodig of een wekker als ik vroeg op wil staan. Wij zijn Marieke en Tim van de online Kundalini Yoga School. Nou, ik ben vaak degene die als eerste wakker wordt. Blijf jij vaak nog heel eventjes liggen. En dan ga ik als eerste onder de douche. Een koude douche wel te verstaan. Ja, we douchen koud. En het is best wel een ritueel. Wat we doen is dat we onszelf eerst even met amandelolie insmeren. Dat proces dat maakt je eigenlijk al wakker, 's ochtends. Je maakt contact met je huid, je wordt je bewust van je lichaam. Wat je doet is dat ik eerst met mijn handen onder de douche ga, zodat mijn lichaam kan wennen aan de kou. Dan wrijf ik tegelijkertijd, zodat mijn lichaam als het ware masseert. Dan mijn voeten, zodat het lichaam even kan wennen aan de kou. En dan beweeg ik vanuit daar eigenlijk steeds meer met de koude straal naar mijn hart. Op het moment dat je die koude straal op je lijf zet, het lichaam dus afkoelt, stroomt het bloed naar de huid, om de huid weer, om het lichaam weer op te warmen. En dan droog ik me af en dan maak ik Marieke wakker. Dan ben ik aan de beurt. En dan ga ik even rustig zitten en dan wacht ik tot Marieke klaar is. En dan doen we een yoga set. Dus net als het vroege opstaan, het zijn allemaal momenten van zelfoverwinning. En daar was Yogi Bhajan heel erg op gebrand, om je als yogi die victory te laten ervaren. Dus die uitdaging aan te gaan om je bed uit te komen terwijl je er eigenlijk helemaal nog geen zin in hebt. En dan ook nog onder die koude douche, dat doet echt iets met je. Dat zet je helemaal aan en het laat je voelen hoe krachtig je bent. En dan kun je veel makkelijker ook andere uitdagingen in het leven gewoon aangaan en doorstaan. We gaan nu de wake-up series met jullie delen. Een korte krachtige kriya. Kriya is het Sanskriet woord voor actie. En er zijn ongelooflijk veel kriya's, heel veel verschillende yoga sets die je kunt doen in de Kundalini Yoga. Maar we hebben voor deze serie gekozen omdat die kort is, zodat je eigenlijk binnen 10 minuutjes klaar bent. En het is ook een hele goede warming-up voordat je wilt mediteren. En sowieso eentje om je helemaal klaar te maken voor de dag als je weinig tijd hebt. Iedere Kundalini Yoga sessie begin je door het intunen met de mantra Om Namo Gurudev Namo. En met deze mantra tune je in op je innerlijke wijsheid, de wijsheid die in jou op dit moment al aanwezig is. Om Namo Guru Dev Namo. Breng je handen samen voor je hart, adem diep in. En uit wrijf je handen even stevig tegen elkaar aan. Adem nog een keer heel diep door. En dan leg je vervolgens zachtjes je duimen tegen je borstbeen, maak je verbinding met het hartcentrum. En je onderarmen probeer je parallel te brengen aan de grond, aan de vloer. En de schouders blijf je ontspannen. En dan chanten we 3 maal deze mantra. Om Namo Guru Dev Namo. Adem diep in om te beginnen. En hou dan op een hele ontspannen manier de adem nog even in je lijf, zodat je de expansie van binnenuit kunt ervaren. En op de uitademing breng je rustig je handen omlaag naar je knieën. In de kriya die we gaan doen, de Waking Up series, werken we veelvuldig met de Breath of Fire, de vuurademhaling. Dus we willen even zeker weten dat je snapt hoe die werkt, zodat je ook echt de kriya kunt ervaren zoals het de bedoeling is. De Breath of Fire is een krachtige, snelle ademhaling, maar die tegelijkertijd oppervlakkig is. Daarmee wil ik zeggen dat je niet op deze manier ademhaalt.
Je gaat dus niet heel erg die lucht naar binnen zuigen. Maar wat we doen, is we werken met een krachtige beweging van de navel. En dat ziet er dus als volgt uit. Zoals je ziet, pompt mijn navel krachtig op en neer. En gaat de adem als vanzelf mee. Dus ik ga niet overdreven veel adem naar binnen zuigen of naar buiten persen. Maar dat laat je eigenlijk gewoon gebeuren. En de makkelijkste manier voor als je dit nog nooit eerder hebt gedaan, om te ervaren hoe dat voelt, is even te hijgen als een vrolijke jonge hond. En daartoe open je je mond, steek je je tong naar buiten en hijg je als een happy little puppy. Als je wilt, leg even je hand op je navel, zodat je voelt hoe die als vanzelf op en neer gaat. Dan adem in door je neus. Sluit je mond, adem uit door je neus. En dan doe je precies hetzelfde, alleen nu door je neus. Adem diep in. En adem uit. Eigenlijk de truc met Breath of Fire is dat je er niet over nadenkt. Op het moment dat je erover na gaat denken, raak je vaak in de war. Dus mocht je tijdens de kriya niet meer snappen hoe het werkt, doe dan gewoon weer even die happy puppy breath, zodat je lichaam die ademhaling gewoon herkent. Alright? Als het ritme wat wij je nu laten zien te snel voor je is, dan mag je natuurlijk ook wat langzamer gaan. En ten alle tijde, als het je te veel wordt, switch gewoon naar een natuurlijke, rustige ademhaling in en uit door je neus. En dan pak je de ademhaling weer op als je er klaar voor bent. Oké? Dan gaan we nu beginnen met de eerste oefening uit de Waking Up Series. En hiervoor kom je liggen op je rug. En de eerste oefening die heet Stretch Pose. En het is eigenlijk een van de meest uitdagende oefeningen die we in Kundalini Yoga heel veel gebruiken. Dus om te beginnen wil ik je op je hart drukken. Als het je niet lukt zo lang te doen als wij, hoef je je niet voor te schamen. Het is juist een hele mooie uitnodiging om stap voor stap je kracht op te bouwen. Dus wat je doet, is je komt liggen op je rug en dan breng je je voeten ongeveer 10 tot 15 centimeter van de grond. Waarbij je de tenen flink naar voren van je afduwt. En je komt ook met je hoofd omhoog. De ogen blijven open en je kijkt naar je grote tenen. Je brengt je handen net iets boven je heupen met de handpalmen naar elkaar toewijzend en de vingers wijzen naar je tenen. Met je ogen kijk je dus naar je grote tenen en dan begin je met de vuurademhaling. Hierbij wil ik meteen één optie geven als je merkt dat je onderrug zwak is of je weet van jezelf dat je onderrug je zwakke plek is. Dan leg je je handen plat onder je billen neer, zodat je de onderrug op die manier wat extra support geeft. Dus dan kan je de oefening op deze manier doen. Dus kijk voor jezelf wat voor jou op dit moment het beste werkt. En dan gaan we dus 1 minuut de vuurademhaling doen in deze houding. Dan nemen we even wat rust en dan doen we hem nog een keer 1 minuut. Maar nogmaals, kijk voor jezelf hoe lang het voor jou op dit moment gaat. There we go. Kom omhoog, adem in, adem uit en begin de vuurademhaling. Adem diep in en uit. Laat je handen en benen zakken naar de grond. Laat de voeten even naar buiten vallen. Draai je handpalmen omhoog en adem rustig in en uit. En voel het effect ervan in je buik. Hoe de energie zich verspreidt.
Het hart klopt wellicht wat sneller. Kijk of je alle fysieke sensaties die er zijn rustig kunt waarnemen. Terwijl je de adem rustig maakt in en uit door je neus. Dan maken we ons klaar voor de tweede ronde, waarin we precies hetzelfde gaan doen. Dus wederom, als je het nodig hebt, leg je de handen onder je billen neer. Kom in de houding, voeten bij elkaar, duw je tenen van je af, adem diep in, kom omhoog. En there we go. Mocht je tussentijds merken dat je rug hol trekt, dan raad ik je echt aan om de handen dan te verplaatsen onder je billen, zodat je niet je onderrug overbelast. Adem in. En uit, kom weer rustig met je benen omlaag, je armen ontspan. Laat de adem weer stromen. Ervaar het effect. Deze oefening versterkt enorm het navelpunt. Het middelpunt van het lichaam, daar waar je core strength zit. Het verankert je echt in je lijf. Het maakt je heel krachtig. Versterk de focus, je doorzettingsvermogen. Adem heel diep in. En uit. Gaan we door met oefening 2. Hiertoe breng je je knieën naar je borst. En je slaat je armen om je knieën heen. Let erop dat je niet je voeten kruist. Hou de voeten naast elkaar. En dan probeer je je neus zoveel mogelijk tussen je knieën te duwen. Dus van heel lang uitgestrekt gaan we nu juist naar heel compact. En ook hier doen we weer de vuurademhaling. In deze oefening mag je je ogen sluiten. In de nek en schouders zit vaak veel verzuring van de spieren, dus dat is ook wat je gaat voelen. En de uitnodiging is om dat gevoel helemaal toe te laten en toch in de houding te blijven. En je zult zo direct merken, als je uit de houding gaat, hoe die energie weer stroomt. Dus kijk of je het ongemak even helemaal toe kunt laten, terwijl je in de houding blijft. Hou vol, laatste stukje. Probeer je neus nog steeds richting je knieën te duwen.
Adem dan diep in. Maak jezelf zo compact als je kan. En uit, leg je hoofd rustig terug op de grond. Breng je voeten naar de vloer. Als je wilt kun je ze heel even dicht bij je billen houden en een keer diep doorademen. Laat je de onderrug ontspannen. En dan laat je rustig je voeten naar voren glijden. Laat je weer even helemaal los met een diepe ademhaling en ervaar weer het effect van de oefening. Wellicht voel je ook echt een reactie in je keel. Ze werken ook op de schildklier, die een belangrijke rol speelt in de stofwisseling, het metabolisme. En nu in oefening 3 gaan we de ruggengraat masseren. Dus het is fijn om iets zachts onder je rug te hebben. Wij hebben een schapenvel. Als je dat niet hebt, kun je natuurlijk een handdoek gebruiken of sowieso je yogamat. Maar wellicht vind je het fijn om nog iets extra zachts eronder te leggen. Dus je brengt weer je knieën naar je borst. Je slaat je armen om je knieën heen. En heel simpel, je gaat van voor naar achteren rollen over je wervelkolom. Om de energie langs de ruggengraat te verspreiden en de ruggengraat sterk en gezond te houden. En dit doen we 1 minuutje. Rol je van voor naar achter al die werveltjes langs. Let erop dat je niet te ver rolt, zo niet je nekwervels belast. Je houdt jezelf goed rond, zodat je rolt en niet klapt. En probeer op je plek te blijven. En maak je laatste rol af. En dan rol je jezelf omhoog. Dan kom je zitten in Sukhasana, de easy pose, kleermaker zit. Dus je kan je benen op deze manier leggen. Ik zelf vind het fijn om een been op mijn andere been te leggen, maar kijk wat voor jou werkt. Als je zo nog niet zo gemakkelijk zit, pak je meditatiekussen, zodat je meer kan ontspannen in je heupen en liezen. En voor de laatste oefening in deze Waking Up series, breng je je armen omhoog in een hoek van 60 graden. En je vouwt je vingertoppen naar binnen. Dus je maakt geen vuisten, maar je brengt je vingertoppen op de heuveltjes aan het begin van je vingers. De duimen duw je hierbij stevig van je handen af, zodat je een bepaalde strekking voelt in je handpalm. En ook hier gaan we weer de vuurademhaling doen, waarbij je de focus van je ogen richt op het derde oogpunt. Dus je kijkt met je ogen dicht, scheel omhoog, tussen je wenkbrauwen in. Kom in de houding, maak jezelf klaar. En hier is de uitdaging om niet je ellebogen te buigen, maar helemaal te strekken en te openen, zodat het hartcentrum open gaat. Deze oefening heet de Ego Eradicator. Dus het opent het hart en vermindert de impact van je ego. Alright? Let's go. Ontspan de schouders, ga door, blijf het hartcentrum goed optillen en je ellebogen strekken. En probeer terwijl je de Breath of Fire doet te voelen dat je je gezicht blijft ontspannen. Dus niet je neus optilt of je lippen samenperst. Je navel doet al het werk.
Adem in. Breng je duimen naar elkaar toe boven je hoofd. Even zoeken met je ogen dicht. Strek je armen. Adem uit. Weer diep in. En open dan je vingers. En breng in een rustige wijde cirkel heel bewust je armen door je aura, het elektromagnetische veld van het lichaam, omlaag. En raak dan de aarde aan, de grond. Alsof je je aura helemaal schoonveegt, schoonsweept met je handen. En breng vervolgens dan de vingers in Gyan Mudra op je knieën. Dus je brengt je wijsvinger en duim bij elkaar met de handpalmen omhoog. En dan zit je rustig even helemaal stil met een diepe adem. Ervaar je het effect van alle oefeningen die je zojuist gedaan hebt. Adem een keer diep in door je neus. En uit door je neus. En open zachtjes je ogen. En dan ben je klaar om je dag te beginnen. Als je wilt, is dit ook een perfect moment om nog een meditatie te doen. Er zijn er verschillende waar je natuurlijk uit kunt kiezen. Dus kies iets wat voor jou past, wat voor jou werkt. En mocht je geen tijd hebben voor een meditatie, wellicht kun je nog net ietsje langer in stilte blijven zitten. Maar voor nu sluiten we de sessie af door de handen weer bij elkaar te brengen bij het hartcentrum in prayer pose. En met onze ogen dicht chanten we 3 maal de mantra Sat Nam. Sat betekent waarheid, Nam is naam. Dus je herinnert jezelf door het chanten van deze mantra aan je ware identiteit. Truth is my name. Adem in om te beginnen. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Dankjewel voor het meedoen. Wij zijn helemaal klaar om de dag te beginnen. Jij hopelijk ook. Wij gaan nu aan het werk. En een kopje koffie natuurlijk. En wat jij ook gaat doen, we wensen je in ieder geval een hele mooie en prachtige dag. Sat Nam.